Welkom in het programma Wonderen Vandaag. Ik ben Simon en ik zit hier met dokter Bert Doornbos. Dokter Bert Doornbos is het president van een organisatie. Het is eigenlijk een wereldwijde organisatie, maar het is in Hilversum. Schreeuw om leven. Wat prachtig, hè? Prachtig. En jullie zijn voor alle dingen die met leven te maken hebben. Absoluut. En dan heb je hopelijk God te maken, maar die heeft met leven te maken. Absoluut. God schiep het leven. Ja. En wij mogen er niet aankomen. En als we met het leven van God verder gaan, dan hebben we een fantastisch leven. Ja, natuurlijk. Ja. Een hoop mensen die wilden eraan monteren, hè? Ja. Die waren ja. aan het leven sleutelen, maar ja. daar valt niet dat aan te tornen. Nee, dan kom je verkeerd uit. Ja. Absoluut. Ja, ja. Hij heeft ons gemaakt en hij beschermt ons, is het niet? Absoluut. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Ja. Nou, dat is al fantastisch. En Psalm 8 zegt, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Ja. Nou, en God schiep de hemel en de aarde en hij zag dat het zeer goed was. Ja. Dus wij zijn zeer goed gemaakt. Ja. Dus dat willen we nog meer. Ja. En dat moeten we zo houden. Wat fijn, hè? En toen zei hij van, het is niet goed voor man alleen te zijn. Dan heeft hij ons een vrouw gegeven. Mooi nagaan, wat fantastisch. Ja, ja het is, en als je dat dan ziet in de geweldige schepping, en je ziet dan dat die man en die vrouw, dat ze samen leven en dat er kinderen geboren worden. Ja. Nou, wat is er mooier dan een kind dat geboren wordt? Mooiste in de wereld. Het is onvoorstelbaar. Ja, ja. Als je dat ziet, hè, dan begin je echt, dan sta je echt, wat zal ik zeggen, verwonderd. Ja. Hè, dat dat leven zomaar daaruit voortkomt. Ja. Hè? En ja, ja, zomaar zeg je, maar de dokters die denken vandaag aan de dag, dat ze heel veel weten, maar ja. hoe het nou eigenlijk precies zich allemaal ontwikkelt, is nog steeds een groot geheim. En dat is het grote geheim van de schepping, dat je uit zo'n die samenkomen van man en vrouw, een geweldige explosie van vermenigvuldigingskracht krijgt. En er komt een fantastisch mens, een baby uit voort. Weet je wat ik zo eigenaardig vind, is dat mensen zo'n moeilijke tijd hebben om te begrijpen dat als dat leven begint, hè, in de moeder dan, hè, dat ze dat niet in de gaten hebben dat het eigenlijk een kiem is van een kind. Ja, hè? Dat het eigenlijk een kindje, hè, in een notendop is. Ja, want alles is al bepaald. Ja. Hè? En ja. als je dan ook weer verder kijkt, dat het hartje van zo'n kindje al klopt met 3 of 4 weken. Ja. Hè? En dat ze met 1 week of 10, 11, 12, dan is het eigenlijk al helemaal gevormd. Mm-hmm. Dan hoeft het alleen nog maar te groeien. En als je die beelden ook ziet ja. van de ontwikkeling van een kindje, dan zie je dat ook. En als je dat dan nu met de moderne medische wetenschap, het is onvoorstelbaar wat men tegenwoordig weet, ja. hè, dat zo'n kindje hoort, dat zo'n kindje voelt, dat zo'n kindje allerlei bewegingen maakt, dat kind ook reageert op geluid. Er was een mevrouw die had die zong altijd tijdens de zwangerschap een liedje van, nou zeg zo'n kinderliedje, hè, ja. van over de Heer ja. Jezus. Ja. En toen was dat kindje geboren en dan kon het soms wel niet slapen of wat ook. Ja. Hè? En dan zong ze altijd dat liedje en dan werd het kind rustig. Ze herkende het. Ze herkende het. Ja. Hè? En ja. dat vergeten we vaak een beetje. Maar de omstandigheden waarin zo'n kindje geboren wordt, ja. zijn ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van natuurlijk, zo'n kind. Natuurlijk. En eigenlijk is het zo van, als zo'n kind in de moederschoot geweven wordt, en dat wordt echt geweven zoals de Bijbel zegt, hè? En een moeder die dat kind draagt, ja, die weet dat van nature. Ja. Hè? Ik praat erover, ja. maar zo'n moeder die beleeft het. Als zo'n kind geweven wordt en het kind wordt dan geboren, dan wordt het als het ware, mag het buiten die moeder verder gaan ja. om verder geweven te worden. Ja. Hè? Ook met wat je ze bij mag brengen, hè? In hun geest en hun verstand en hun kennis. Dus het is heel belangrijk in wat voor omgeving je zo'n kind ook opvoedt. Ja, je raakt iets aan daar eigenlijk, want het is een ontzettende verantwoording eigenlijk. Ja. Voor 2 mensen bij elkaar te komen, een ja. familie te zijn, ja. hè, trouwen. Hè. Ja. En dan de voortplanting, zoals ze het dan noemen, ja. hè, ja. dat ze dan de verantwoordelijkheid krijgen, eigenlijk haast een, ik zou zeggen, een goddelijke verantwoordelijkheid, ja, wat, ja. om de mensheid vooruit te laten gaan. Ja, maar soms denken dat het in achteruit gaat. Ja, maar, ja, nee, ja, maar het is ook zo. Want als God heeft ons gemaakt, ja. naar zijn beeld geschapen, ja. en man en vrouw, als één schiep hij hen, ja. en die 2 zijn samen 1, maar eigenlijk zijn ze samen 3. Ja. Want God is daarin. En hoe anders dan door
Gods voortgaande schepping kan een kind geboren worden. Want kinderen, ze zeggen tegenwoordig, wij maken kinderen, we stoppen ermee, we doen er nou, nu nog niet of wat ook. Maar het is eigenlijk een onmogelijke zaak. Ja. En dat moet je vooral vragen aan mensen die niet zo gemakkelijk een kind krijgen. Nee. Kinderen komen niet omdat wij beslissen, kinderen komen van God. En als ze van God komen en door ons als ouders gedragen mogen worden, hè, want de man is daar helemaal bij betrokken, en ze worden geboren, dan is het ook dat ze met God mogen opgroeien. Ja. En we moeten ze dan ook dicht bij God houden, want de tegenstander van God is er ook bij natuurlijk. Maar zie, de mens die wil altijd een klein beetje God uithangen, vooral de wetenschappers op een of andere manier. Want nou hoor je nou toen ze dat schaapje maakten. Ja. En dat schaapje, dat was een hele oude schaap in heel weinig tijd. Ja. Het werkt niet. Nee, het het was nou eigenlijk een schaap in een reageerbuisje, zou ik zeggen. Ja, daar komt het en, in. Maar het lukte niet. Nee, maar dat is ook de hele problematiek. Hoe meer de wetenschap probeert te begrijpen van hoe de mens in elkaar zit, hoe meer ze gaan ontdekken dat ze er eigenlijk helemaal niks van af weten. Ja. En hoe meer men eigenlijk ook ontdekt hoe gevaarlijk het is om met dat wat God in zijn grote geheim en zijn grote wonder geschapen heeft, om daarmee te gaan knoeien. Ja. En daarom is ook die hele discussie vandaag op de dag over genetische manipulatie en stem cell research en in vitro fertilisatie en al die moderne woorden om in het wezen van wat God geschapen heeft te gaan knoeien, levensgevaarlijk. Ja. En daarom is het ook eigenlijk heel erg dat de medische wetenschap, die weet wat voor gevaren eraan verbonden zijn, want ze weten een hele veel dingen nog niet. Maar ik denk dat ze... Maar toch gaan ze verder. Ja, ze proberen vooruit te lopen aan de, wat zal ik zeggen, de ethiek van de moraliteit van de hele zaak. Ja, en dat is, je ziet het bijvoorbeeld dan even een vergelijk te maken, de plantenwereld. Ja. Als je die genetisch gemodelleerde zaden hebt, die ze nu dan uitzetten in derde wereldlanden, waardoor zaad niet meer kan ontkiemen om nieuw zaad te geven. Dat is gewoon een destructie, een kapotmaken van de samenleving. Ja. Wat denk je eigenlijk van stemcel research, onderzoek? He? Nou, ja. Wat ik net vertelde, er is natuurlijk een hele discussie gaande nu en er is een hele ethisch debat gaande in de hele wereld. Ja. Maar wat ik zei over de genetische manipulatie voor gewassen, als je dezelfde gedachtegang ook toepast op de zeg maar genetische manipulatie, wat het menselijk wezen betreft. Ja. En je denkt aan de stemcels, er zijn er eigenlijk twee ontwikkelingen. In de eerste plaats, de stemcel research wordt nogal sterk gecombineerd met het gebruik maken van ongeboren kinderen. Ja. Als levend weefsel voor stemcelgebruik. Ja. Ja. Nou, dat zou dan het beste zijn. Maar de moderne medische wetenschap heeft al lang bepaald dat je stemcel research absoluut geen gebruik hoeft te maken van ongeboren kinderen. Of eigenlijk levend weefsel van gedode ongeboren kinderen, want daar komt het dan op neer. Ja. Want het weefsel moet wel levend zijn. Dus dat is ook nogal een gruwelijke gedachte. Want je kunt ook stemcels gebruiken vanuit andere menselijke lichaamsdelen. Ja. Nou, toch blijft men stug doorgaan met de gedachte dat je het moet gebruiken van ongeboren kinderen. En ik denk dat die gedachte hoe langer meer ideologisch bepaald is om maar niet de pro-life mensen in de kaart te spelen om daarmee te stoppen. Nou, dat is ik vind het een vreselijke gedachte. Dat is zo vreselijk. Om zogenaamd leven te verbeteren door leven te vernietigen. Ja, dat is ook een vreselijke gedachte. Het is niet logisch. Nee, dat is. En het is niet ethisch. Nee. Het is niet moraal. Nee, ik bedoel, je kiest dus voor het ene leven om het te doden, om een ander leven te redden. Nou, en dat is ook helemaal nog niet technisch bekeken, is het helemaal niet, wat zal ik zeggen, bewezen. Nee. Want als ik een onderdeel moest hebben in mijn lichaam, kunnen ze toch beter mijn stemcel gebruiken, die bij mij past. Ja. Ja, nou ja, dat is ook nog weer een hele technische ontwikkeling. Ik ben geen medicus, dus de details daarvan, dat gaat mij even te ver. Maar
En de andere gedachte is dat in het kader van alle medische ontwikkelingen, in het kader van de genetische manipulatie en de verdere ontwikkeling daarvan, wij straks ook genetisch manipuleerbare zogenaamde geneeswijzen krijgen, waardoor bepaalde genen in de mens veranderd kunnen worden. Ja. Nou zegt men wel, ja, maar we gebruiken alleen die genen die een bepaalde ziekte oplossen. Ja. Maar de moderne medische wetenschap en ook de ethische kant van de moderne medische wetenschap, die laat ook al zien dat het dan straks subjectief bepaald wordt welke genetische manipulatie dan wel verantwoord is en welke niet verantwoord is. Nou, één ding is zeker, dat als we de morele kant van genetische manipulatie in handen geven van een bepaalde beroepsgroep, bijvoorbeeld de medische wetenschap, gedekt door een overheid, nou, dan hoeven we alleen maar naar het verleden te kijken om te zien welke gevaarlijke consequenties dat zal hebben. Ja. Kan hebben in het kader van etnische cleansing. Hè? Ja. Bepaalde bevolkingsgroepen niet langer accepteren. Ja. Maar om dichter bij huis te blijven, wat we nu al zien in de moderne abortuspraktijk, dat men tegenwoordig al alle mensen, of alle ongeboren, of veel ongeboren kinderen die geboren worden met een bijvoorbeeld het Down-syndroom, die worden eigenlijk per definitie automatisch geaborteerd. Ja. En nu is het al zo dat die ouders die zeggen van wij willen zorgen voor ons kindje, ook al heeft een gehandicap, dat die tegenwoordig al aangekeken worden en zeggen van waarom heb je die het weg laten nemen? Ja. Dus je krijgt een soort, je krijgt een discriminatie. Ja. Ene kind wordt wel geboren, andere kind niet. Dus de kinderen die geboren worden, zijn eigenlijk geboren omdat ze niet geaborteerd worden. Ja. En je krijgt het hele principe van de selectie. Ja. Nou, als we dan terugkijken, dan hoeven we niet eens ver terug te kijken. Als we 60 jaar terugkijken, en dit jaar is het 60 jaar geleden dat die praktijk van in de Tweede Wereldoorlog gestopt is. Ja. Hè, met de, dan krijg je de selectieve manipulatie die men heeft toegepast op de Joden, de Zigeuners en de homofielen in de concentratiekampen. Ja. Hè, en ik hoef maar één naam te noemen, Mengel. Ja. Hè, en we weten precies waar we het over hebben. Ja. Nou, die morele ontwikkeling waar we in de hele wereld nu mee te maken hebben, is levensgevaarlijk voor de volgende generatie. Wij zullen misschien nog overleven, maar onze kinderen worden straks alleen maar geboren omdat ze geselecteerd zijn. Ja. Nou, dat is levensgevaarlijk. Daar moet het met alle kracht tegen verzetten. Ja. 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 Mm-hmm. Want, je hebt het al gezegd, als je het ziet vanuit het perspectief van de Heere God, als Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld, en wij zeggen van nog voor de geboorte, we roven dat weg. Ja. Dan moeten we niet opkijken dat God zegt, net als hij tegen zijn volk in Israël ook deed in het Oude Testament, dan kom ik met mijn oordeel. Ja. En dat oordeel met 50 miljoen abortussen per jaar in de wereld, elke hartslag één, dan moeten we niet denken dat dat oordeel komende is. Dat oordeel is over ons. En het gaat lijnrecht tegen de opdracht die God de mens heeft gegeven, zegt, ga en vermenigvuldig u. Absoluut. Dat is wat hij zei. Hij heeft helemaal niet gezegd van aftrekken. He? Niks. Ik bedoel maar vermenigvuldigen, zei hij. Absoluut. En dat staat nog steeds. Absoluut, absoluut. En je ziet het ook. Ja. Want daar waar leven komt, Het gaat over de schoonheid van het leven, voor het kind dat geboren wordt. Ja. Daar zie je ook leven zich vermenigvuldigen. Ja. Ja. En daar waar men andere wegen gaat, daar zie je inderdaad de destructie, de dood, de ellende of wat dan ook. Ja. Ja. En daarom is het zo belangrijk om die abolition of abortion federation. We hebben het ook bewust genoemd abolition. Ja. Hè, want je had toen met de slaverij ook. Ja. Een heel klein aantal mensen die begonnen te zeggen, nou is het tijd voor de abolition of slavery. Ja. Hè? Die werden eerst uitgelachen en zeiden, nou dat gebeurt toch niet. Ja. Maar het gebeurde omdat God dat
wilde en ja. zij geloofde in het wonder van God. Ja. En daarom ben ik zo enthousiast dat God ons die startdag gegeven heeft. Ja, prachtig zeg. In hem. Wat geweldig. Know? Ja, wat dat is geweldig. Dat is echt fantastisch. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Dat zou ik zeggen. Ja. We moeten even vasthouden. Ja. We gaan even naar muziek. Zo, blijf kijken. He knows my name, yeah. He knows my every thought, yes he does. He sees each tear that falls and hears me when I call. You want to sing it with me? Let's sing it together. He knows my name, oh yes he does. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Let's sing that first verse. I have a maker. I have a maker. He formed my heart. Oh, yes, he did. Before even time began, my life was in his hand. Let's stand up and sing it. Just let him touch your heart. Oh, he knows my name, yeah, 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 yeah. He knows my every thought, yes, he does. He sees each tear that falls and hears me when I call. One more time. He knows my name. He knows my name. Oh, yes, he does. He knows my every thought. Yeah. He sees each tear that falls and hears me when I call. Dankjewel zeg, voor die fijne muziek. Ja, wat denk je nou van het tsunami? Nou, ja, wat denk je van het tsunami? ik heb er eigenlijk niet veel over te denken, want het eerste wat ik dacht, toen zag ik die vliegtuigen ja. in de Twin Towers vliegen. Ja. Ik denk, je hart staat stil. Ja. Dat kan helemaal niet. Ja. Dat was de eerste gedachte. Ik zag hem en ik zeg, het is zoals ik die 9-11 ook heb ervaren, ja. als een wake-up call. Ja. Dat, de kranten noemden dit ook apocalyptisch. En toen die tsunami kwam, was de tweede gedachte was eigenlijk, ik moet toch naar India. Ja. En dat had ermee te maken dat ze 9 of 6 jaar geleden in Bangalore geweest ben op een grote pro-life-conferentie. Mm-hmm. En daar eigenlijk voor het eerst ontdekt heb hoe vreselijk dat is in dat land. Met zulke prachtige mensen. Hè? Die kindertjes ziet daar, dat is zo schitterend, schitterend. Mm-hmm. Maar toen was op die conferentie een banner, hing daar. Yeah. En er stond op, Girl Child Discrimination. From conception to grave. Dus de discriminatie van het meisje, van conceptie tot het graf. Nou, daar kon ik helemaal niks mee. Ik denk, wat is dat? Nu weet ik het. Want wat blijkt, als in India een meisje geboren wordt, en met ultrasound kunnen ze dat ook allemaal nu ja. tegenwoordig bekijken, ja. zo gauw ze zien te mij, wordt geaborteerd. Mm. Vreselijk.
En als het meisje geboren wordt, komt het nog heel vaak voor, ja, dat de moeder, de schoonmoeder van de, haar schoonmoeder, ja, het kind vergiftigt. Mm. Je houdt het niet voor mogelijk. Nee. En als het kind dan wel geboren wordt en dat groeit op in een gezin, is een meisje, of de meisjes zijn altijd de laatste die iets te eten krijgen. Mm-hmm. Nou, er zijn mensen nou bijvoorbeeld met de tsunami nou. Ja. Dat, die zeggen nou, hoe kan dat toch, dat God dat toelaat? He? Ja. En dan de andere kant, dan zeg je nou ja, dat zijn gewone natuurlijke verschijnselen die er gebeuren. En de Bijbel spreekt erover in Matteüs 24. Ja. Dat we die dingen zullen zien en die zullen toenemen. Ja. He? In enormiteit. Ja, ja. En dat is alleen maar een teken dat we dicht zijn bij de tijd dat Jezus weer terugkomt. Ja, ja, dat staat er. Ja. Dus ja, zo simpel is het. Ja. Maar vaak als je de vraag die je stelt van waarom laat God dat toe? Hè? Of heeft God er iets mee te maken? Ja. Dan zit vaak daarachter de vraag van nou, als je zou zeggen, God heeft er iets mee te maken, ja, nou dan krijg je de wind van voren. Ja, natuurlijk. Zo is God, ja, toch niet. Nee. En ik ben de laatste om te zeggen van, dit gebeurt daarom en dat gebeurt daarom. Nee. Want de Heer Jezus zegt ook van, als die dingen gaan gebeuren, hè, dan moet je je hoofd opheffen. Ja. Want de verlossing komt eraan. Ja, de tijd is er. De tijd is er. Dus waakt. Ja. Hè? Wees waakzaam. Ja. En waar moet je waakzaam in zijn? Ja. Om heilig en onberispelijk en in gehoorzaamheid aan hem te leven. Dat is zo. Dus bekeer je. Ja. Right? En ja. Dus ik moet me bekeren. En bekeren wil anders niks zeggen dan je omkeren naar God. Ja, het is heel simpel. He? Het is, ga met God. Ja. En dan ga je goed. Ja. Maar wat... Dus die vraag die dan mensen vaak stellen, dan willen ze God eigenlijk de schuld geven dat hij niet ingegrepen heeft. Ja. Ja? Ja. Maar, en wie zijn wij om dat te doen? Ja. Maar de andere kant is, en daar gaan mijn ogen ook steeds meer voor open, dat als we het hebben over wake-up calls, dat we op moeten letten, ja, ons moeten bekeren, dan, en als je de Bijbel op naleest, dan kwamen de oordelen van God kwamen altijd als een oproep naar de mensen toe om zich te bekeren. Ja. Ja. En doe je het niet, dan moet je niet God de schuld geven. Nee, maar dan moet je zelf de schuld geven. Ja. 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 En dan moet je heel voorzichtig zijn natuurlijk, maar op mij kwam het in ieder geval zo over. Ik denk, ik moet naar India, ja, om daar te helpen, om een, ja, einde te maken aan die miljoenenvoudige moord en discriminatie, ja, op al die meisjes. Ja. Dus wij gaan er van 7 tot 18... april heen. Wij kunnen ook niet alles, maar ik denk, we moeten erheen. Nou, je moet doen wat je, ja, voelt dat God je, ja, opdraagt. Ik weet het zeker. We gaan naar, ja, Delhi, we gaan naar Hyderabad, ja, we gaan naar Bangalore. Ja. En als Pastor Pieter opbelt, hè, een vriend van ons uit Bangalore, ja, uit Hyderabad, ja, bij Hyderabad. Ja. En die belt op, oh Bert, today we buried 600 children. Mm. Nou, dan is your heart is broken. Ja. Hè? Ja. En van Maria Mascarenhas van Bangalore, yeah, she phoned and she said, the tsunami happened. Yeah. We cannot do anything than to rehabilitate what we lost. Yeah. Yeah. De tsunami gebeurde, yeah, maar daar kunnen we ook, dat kwam over ons. We kunnen niks anders doen dan om de zaak op te knappen. Yeah. Maar als wij kinderen vermoorden, dan moeten we dat met kracht verhinderen. Ja. En ik denk, dat is een strong statement. Nee, maar dat kan verhinderd worden. Ja, wees maar tuurlijk. Dat die federatie worden, die jullie zijn, ja, begonnen, bewijst het. Tuurlijk, dat moet stoppen. En nou hier, het herinnert me aan een vers in het Oude Testament waar deze profeet zat te zoeken om God. En hij zegt, ja, God is niet in de storm. En God was niet in de wind. Ja. God, ja, is niet in de tsunami, ja, ja, kan je, ja, zeggen. Ja, 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 ja. Maar waar God wel in is, is hoe is het met u, ja, en God? Absoluut. Hoe heeft u al een beslissing gemaakt voor God? Heeft, ja, u al
ja gezegd Amen, tegen ja. God. En het is juist zo eenvoudig om ja te zeggen tegen Jezus. Alles wat u hoeft te doen, is tegen hem te praten. En wij noemen het bidden. En het is, God heeft het zo eenvoudig gemaakt. In feite, soms dan zeg ik wel eens, het is zo eenvoudig, de meeste mensen missen. Maar u hoeft het niet te missen. Want God heeft zijn Zoon gezonden, Jezus. Als een iemand die uw plaats heeft ingenomen. Hij is voor u gestorven. Mm. Zodat u vrij naar God toe kan gaan. Ja. En zeggen, Heere, zeg het maar, Heere God, vergeef me. Vergeef me nu. Vergeef al mijn zonden. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Amen. Nu. Amen. Ik wil uw kind zijn. Dat u mijn vader bent. Was me schoon in het bloed van Jezus. Witter dan sneeuw. En ik dank u. Zeg maar dank u Heer. Amen. Dank u Heer. Dank u Heer. Dank u. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Nou Bert, als ze dat met ons gebeden hebben, dan moeten ze ons even iemand vertellen. Ja. Want er staat in Romeinen 10 vers 9, dat als je zegt met je mond dat Jezus Heer is en gelooft in je hart dat God hem van de doden heeft verrezen, dan staat er, dan zult gij zalig worden. Amen. Je kan weten dat je kind van God bent. En daarbovenop nog, daar staat in 1 Johannes 5 vers 13, daar staat, deze dingen heb ik geschreven. Voor als u gelooft in de naam van de Zoon van Amen. God, dat u zekerheid hebt, dat u eeuwig leven hebt. Amen. U kan het zeker weten. Absoluut. Zeggen ze in Holland, zeker weten. Zeker weten. En ze kunnen het zeker weten. Absoluut. Als er niemand bij u is, dan stuur ons even een e-mail. Het e-mailadres staat op de televisie. En we horen graag van u. Zeg wat fantastisch, zeg. Dat werk dat jullie doen voor leven. Ja. Want God is voor leven. Absoluut. Ik wil je hartelijk bedanken. Ja. Hartelijk bedanken. Ja. En ik kan alleen maar zeggen, beste mensen, Gods rijke zegen. Amen. En tot volgende week. En Amen. Bert, veel succes met de nieuwe federatie. Dank je wel. Halleluja. Ja, zo is het. Oh, yesterday, before, even time began, my life was in his hand. Let's stand up and sing it. Just let him touch your heart. Oh, he knows my name. Yeah, yeah, yeah. He knows my every thought. Yes, he does. He sees each tear that falls and hears me when I call. One more time. He knows my name. He knows my name. Oh, yes, he does. He knows my every thought. Yeah. He sees each tear that falls and hears me when I call. And hears me when